Vanavond, ik ga het niet hebben over zwanen. Witte, nog zwarte zwanen, moet ik bekennen. En mij de schone taak om het te hebben over ras. Ras. Rassen in het Duits. Begrippen die best heftig zijn, zoals je net heeft gehoord. Angst inboezemen. En bij mij ook. Dus ik heb moeite om erover te praten. Ik zou het liefst eigenlijk in de Engelse taal willen glippen. En het over race hebben. Klinkt beter. Kennen we. Wordt veel vaker gebruikt. En mobiliseert niet vanzelfsprekend die zware geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Van eeuwen van raciale wetenschap, kolonialisme en what have you. Maar we moeten het met ras doen in de Nederlandse, ofwel in de Duitse taal, waar het veel wel die zwaarte heeft. Dus als je in het Nederlands ras zegt, dan heb je ook wat. Maar je hebt ook een probleem. En dat probleem, dat is het probleem dat we moeten thematiseren. En juist niet ontwijken of trivialiseren. Niet om het probleem op te lossen, maar om met dat ongemak om te gaan. Om stil te staan bij het ongemak, als het ware. Ras is ongemakkelijk. Het is een ongemak dat de moeite waard is om erbij stil te staan. En precies dat is eigenlijk ons werk. Dus het idee dat als we een probleem hebben in de wetenschap, dat we dan snel moeten gaan oplossen of slimme methodes moeten uitzoeken om er snel van af te komen, remedie te zoeken. Dat gaat niet gebeuren helaas met ras, met veel meer problemen eigenlijk niet. Maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat we daar wel aandacht aan besteden? Het klinkt allemaal heel abstract. Ik hoop dat wat concreter te maken in de komende 45 minuten die ik heb. En ik wil dat doen om u gewoon als het ware op reis te nemen en inzichtelijk te maken hoe ik in de afgelopen jaren beetje bij beetje met het thema ben gaan houden. En ik wou die reis beginnen in midden jaren 90 met dit project. Dat gaat over het Human Genome Diversity Project. En ik wilde eventjes snel vragen of iemand daar eigenlijk van af weet. Het Human Genome Diversity Project. Vingers. Toch wel een paar mensen. Geweldig. Het gaat hier over een project dat in de jaren 90 werd geïnitieerd door twee Amerikaanse genetici. Alan Wilson in Berkeley en Luca Cavalli-Sforza in Stanford. Het project ontwikkelt zich in de slipstream van het veel groter en veel machtiger Human Genome Project. Wat miljarden heeft gekregen om de eerste genetische kaart van de mens te maken. Dat komt straks aan de orde in mijn verhaal. Zij hebben collega's, internationaal populatiegenetische collega's, georganiseerd in dit Human Genome Diversity Project. En ze hadden twee doelen. 1. De geschiedenis van de mensheid uit Afrika in kaart brengen met behulp van de genen. Hoe is de mens die 200.000 jaar geleden in Afrika is ontstaan? Hoe heeft hij zich voortbewogen over de wereld? Wanneer is hij uit Afrika gekomen? Hoe heeft hij de wereld gekoloniseerd, zoals dat in vaktermen heet? En ook vandaag de dag de bevolkingsgroepen die vandaag de dag leven. Hoe verhouden ze zich tot elkaar? Welke bevolkingsgroep is ouder of jonger? Wanneer is er mixture geweest? Kunnen we dat genetisch allemaal laten zien? Nou, klinkt allemaal interessant. Wie wil er niet over zijn geschiedenis meer te weten komen? Eén probleem was dat deze genetici dat deden. Ze hadden het idee van in Europa en in het Westen is het eigenlijk een grote smeltkroes. Het is heel moeilijk om dat soort patronen weer terug te vinden. Ze hadden het mooie idee om 500 geïsoleerde inheemse populaties te selecteren. Om naar die populaties heen te gaan, die bevolkingsgroepen, DNA af te nemen en hen eigenlijk als een soort van levende fossielen te gebruiken. Want het idee is, dat zijn populaties die dus niet zo in die moderne, geglobaliseerde wereld terecht zijn gekomen. Weinig admixture, dus hun genen zijn redelijk stabiel gebleven. Als ze met antropologen hadden gesproken, hadden ze geweten dat dit problematisch was. Want veel van deze geïsoleerde populaties zijn geïsoleerd geraakt door kolonialistische praktijken. Dus het is een effect van onze eigen geschiedenis en vrij recente geschiedenis. Anyway, maar door dat ze dus die moment dat ze die lijst publiceerden, heette deze Human Genome Diversity Project het Vampire Project. En waarom? Omdat ze natuurlijk geïnteresseerd waren in het bloed van zogenoemde onschuldige bevolkingsgroepen. Bevolkingsgroepen zonder geschiedenis. Het werd dus gigantisch controversieel, ze kwamen nauwelijks aan de bak in het begin.
Ik was gealarmeerd door het project. Ik was ook geïnteresseerd in het project. Tegelijkertijd was ik nog meer geïrriteerd door het feit dat dit project heel erg controversieel werd. Racistisch project, neocolonialisme, vampire project. Terwijl het veel grotere, machtige Human Genome project, wat miljarden kreeg, wat ontzettend veel politieke en economische steun kreeg, nauwelijks discussie opleverde. En ik dacht, hoe kan het nou? Dat het ene heel politiek wordt gemaakt en het andere niet. Om die reden wilde ik niet een standaard sociaal-wetenschappelijk onderzoek doen. Je gaat naar de voorstanders en de tegenstanders heen en je vraagt ze om hun mening. Wat vinden ze nou de beste, betere oplossing? Je gaat de controverse in kaart brengen. Ik vond dat te lastig, want ik dacht op die manier ga je alleen maar die standpunten weer reproduceren. Dus ik was op zoek gegaan naar een wat rustigere, kalmere, misschien wel koele ruimte om dit project te onderzoeken en kwam zo in de laboratoria terecht. Niet ver weg, in Leiden hier, mocht ik terugkomen om... Ik was oprecht geïnteresseerd naar wat doen jullie als jullie genetische diversiteit bestuderen? Wat voor technieken heb je tot je beschikking? Hoe kom je aan je samples? Wat voor statistische modellen gebruik je? En de andere vraag, kunnen jullie het me leren? Ik ben een sociale wetenschapper, wel zeer geïnteresseerd in de natuurwetenschappen, wel zeer geïnteresseerd in de biologie, maar natuurlijk dat nooit hands-on gedaan. Nou, en zo heb ik 2 jaar lang in genetische labs doorgebracht. Nederland en in Duitsland. En daar heb ik veel geleerd over genetische diversiteit. Want als sociale wetenschapper, als gewone burger misschien, denk je van nou, we hebben heel veel conflicten of heel veel discussies over identiteiten. Maar misschien als we nou naar de biologie gaan, als we naar de genetica gaan, dan kunnen we echt, zeg maar, de foundation, de... Hoe heet dat in het Nederlands? Foundation? De grondslag voor die identiteit te vinden. Hoe dun ook. Misschien is het daarin te vinden. Nou, het interessante is, als je het lab ingaat, niet als je de publicaties leest, want daar worden weer allerlei grote verhalen gereproduceerd, waarin het lijkt alsof we toch allerlei meer stabiele, universele verschillen te vinden zijn. Maar in het proces van het werk zelf zie je eigenlijk dat de genetica hele vloeibare identiteiten voortdurend aan het maken is. Als u hier op dat plaatje kijkt, ziet u 2 lijnen. Dit is dus het Out of Africa verhaal. 2 lijnen, 1 is blauw en de andere is oranje. De blauwe lijnen die representeren het zogenoemde Y-chromosoom. Dat is het mannelijk seksenchromosoom. En dat wordt van vader op zoon natuurlijk overgedragen. In principe dragen vrouwen geen Y-chromosoom. De oranje lijnen, die representeren het mitochondriale DNA. Dat is DNA dat wel mannen en vrouwen bij zich dragen, maar het wordt alleen via de moederlijke lijn overgedragen. Dus we hebben daar mooie lijnen van wat mannelijke en vrouwelijke overervingstrajecten. Maar die lijnen die lopen niet synoniem, lopen niet synchroon. Dus als ik hier een onderzoek zou doen in deze zaal op basis van het Y-chromosoom, dan krijg je alleen onder mannen, dan krijg je een hele andere verdeling dan wanneer ik ook het mitochondriaal DNA erbij zou betrekken. Dan valt die groep uit elkaar of krijg je hele complexe configuraties. Dus dat betekent dat dat DNA, en we hebben miljarden bouwstenen, afhankelijk van welke stukjes ik ga onderzoeken, aan welke stukjes ik aandacht ga besteden, dat ik steeds weer opnieuw nieuwe ordeningen ga maken in populaties. Dus die grens is nergens helemaal volledig te trekken op basis van de DNA. Nou, dat vond ik een mooie bevinding eigenlijk. En ik hield steeds meer van de genetica, dat doe ik nog steeds. En ik dacht van nou, met deze bevindingen over diversiteit, namelijk dat diversiteit niet betekent dat er essentiële identiteiten zijn, dat identiteiten vloeibaar zijn, maar dat je nog steeds wel verschillen zou kunnen onderzoeken, maar dat die voortdurend aan het verschuiven zijn. Nou, dat is een mooie boodschap, dacht ik, voor sociale wetenschappen en voor de wereld daarbuiten. Dus ik ben diversiteit gaan volgen. Uit het laboratorium, in klinische praktijken, in de samenleving. En overal, weten we, is diversiteit een issue. Maar ik stuitte vrij snel op problemen. En die hadden te maken met het feit dat diversiteit iets moois is. Iedereen denkt dat als wij diversiteit doen, dan is het bijna apolitiek, of tenminste, het is politiek het goede. Biodiversiteit, culturele diversiteit willen we nastreven. Diversiteit maakt niets uit van wat is altijd mooi. Maar wat ik in praktijk zag, is dat
hoewel mensen vaak het hadden over diversiteit, dat het heel vaak ging over hele rigide identiteiten. Dus in feite waren wij, hoewel we het hebben over dingen die misschien wat complexer liggen, eigenlijk hele oude categorieën van groepsidentiteit aan het reproduceren. Vooral in de medische praktijk vond ik dat heel erg schrijnend. En langzaam maar zeker dacht ik, nee, we hebben hier te maken met een biologisering van verschil. We hebben hier te maken met een biologisering van groepsverschil. We hebben ook te maken met een soort van opverrukking van de levenswetenschappen in het dagelijks leven. Met behulp van het Human Genome Project, met ook met andere projecten. Dus we hebben misschien wel te maken hier met rassen. Moeten we dat gewoon head-on adresseren in plaats van het steeds maar zeggen dat het niet bestaat. Een andere reden waarom ik dacht van ras is de moeite waard om te onderzoeken, had te maken met de afdeling waar ik kwam te werken. Ik 2008-2009 ben ik van afdeling veranderd. Ik werkte voorheen bij biologie en politicologie en ik kwam te werken bij een afdeling antropologie aan dezelfde universiteit. Waar ik heel gelukkig ben, heel blij was. De plaatjes die ik hier met u deel, zijn de plaatjes die daar hingen in de portiersloge. En toen ik daar aankwam in 2009, was ik heel verrast dat die plaatjes daar hingen en niemand die het erover had. Een afdeling waar niemand onderzoek deed naar ras, waar we in het curriculum helemaal geen aandacht besteden aan ras. Die geschiedenis die van de antropologie die daar aanwezig was, die aan de muren hing als het ware, was een aanwezige afwezige. En het is nu helemaal veranderd. Hè. We hebben ontzettend veel onderzoeksprojecten lopen die precies over het thema over ras en racisme gaan. In het onderwijs is het heel erg gerepresenteerd. Maar dat fascineert me. Hoe kan het nou, deze afdeling? Die plaatjes die moeten toch eigenlijk lopen tot allerlei discussie. Maar dat gebeurde niet. En slowly but surely, want ik ben niet als antropoloog opgeleid. Ik ben een breed sociale wetenschap, maar antropologie was niet mijn thuisopleiding. De reden waarom het niet geadresseerd was eigenlijk veel groter probleem binnen de antropologie. En dat had te maken met de geschiedenis van de antropologie. En dat is deze geschiedenis, waarbij de antropologie, je zou kunnen zeggen, heeft hij is er weer. Heeft meegelift met het koloniale project, met kolonialisme. Antropologen die de wereld in reisden, die gigantische diversiteit aanschouwden onder de volkeren van de wereld. Het is ook in de periode waar de statistiek opkomt. Dus antropologen waren geobsedeerd door die grote diversiteit. Ze waren geobsedeerd door ras. En je zou kunnen zeggen dat ras gewoon het thema was van de antropologie in de 19e, 20e eeuw. En dat deden ze inderdaad door de lichamen van mensen te meten en te passen. Dikke boeken erover gepubliceerd, de hele lichaamsoppervlakte, alles in kaart van tenen tot oren, tot haren en huidskleuren. Maar diezelfde wetenschap heeft natuurlijk ook geleid tot wat we kennen als de eugenetische wetenschap. Heeft bijgedragen aan die eugenetische traditie. Eugenetica is het verbeteren van de kwaliteit van de bevolking met behulp van biologische interventies. Door sommige mensen te laten reproduceren en andere mensen juist te steriliseren of zelfs te vermoorden. Heeft natuurlijk geleid tot de verschrikkelijke genocides tijdens de Tweede Wereldoorlog onder Nazi Duitsland. Nou, deze geschiedenis in de antropologie is eigenlijk niet echt verwerkt. Antropologen hebben hun rug daarnaartoe gekeerd en hebben gezegd, cultuur, dat is ons object van onderzoek en niet meer ras. Nou, ik moet een slide laten zien. In die zoektocht van die antropologen, van de antropologie, om de bevolkingen van de wereld in types in te delen, zoals ik net zei, daar is heel veel energie en tijd en moeite en geld in geïnvesteerd. Ik wilde helder hebben dat het niet alleen maar gebeurde in verre oorden.
maar dat het ook dichter bij huis gebeurde, zoals je hier kunt zien. Waar op basis van de cephalic index, de vorm van de schedel, Europese bevolkingsgroepen ingedeeld werden, in kaart werden gebracht. Dit is een studie van een belangrijke antropoloog William Rapley. En ik wilde met u een uitspraak van hem delen, omdat het ook laat zien naar waar deze energie toe heeft geleid van de antropologen, deze inspanning van antropologen. Dit is een citaat die komt van de historicus Stocking, George Stocking, historicus van de antropologie. En hij zegt dus over William Ripley en zijn frustratie. In the 35 years after Paul Broca, een andere antropoloog, founded the Société d'Anthropologie de Paris in 1859, 25 million Europeans were subjected to anthropometric measures. 25 million Europeans. 25 miljoen mensen. En dat is niet alles, hè, dat is maar een kleine... yet William Ripley... He wrote to Otto von Amon, asked him for a photograph of the pure alpine type from the Black Forest. Amon was unable to provide him with such. So het gaat om de alpine type, of hij een foto kon sturen naar William Ripley. And Ripley verzuchtte. He has measured thousands of heads, and yet he answered that he really had not been able to find a perfect specimen in all details. All his round-headed men were either blonde, or tall, or narrow-rosed, or something else. They ought not be. Nou, deze frustratie, daar zit een les in, wat heel belangrijk in, is. Dat natuurlijk zijn biologische verschillen te maken. Dat kunnen we doen, hier bijvoorbeeld op basis van schedelvormen. Maar die moment dat ik van een schedelvorm overga naar bijvoorbeeld huidskleur, of lichaamslengte, of haarkleur, dan valt mijn ordening weer uit elkaar. Dus het is niet mogelijk om alle verschillende biologische kenmerken bij elkaar op te tellen en één raciale type te maken. Dat is een belangrijke les. Deze les is ook recentelijk met ons gedeeld via dat machtige Human Genome Project waar ik het eerder over had. Dat miljarden project wat juni 2000 leidde tot de ruwe versie van de eerste genetische kaart van de mens. U ziet dat het een belangrijk moment is, want er zijn hele belangrijke mannen, als u ze kunt zien, die daar staan om dit... Om een draft, hè, om een ruwe versie aan ons te presenteren, aan de wereld. Dit gebeurt in het Witte Huis. De toenmalige president Bill Clinton staat daar. Tony Blair, toenmalig premier van Verenigd Koninkrijk. Francis Collins, rechts van Clinton. Links van Clinton, sorry. De directeur is geweest van het... van het Human Genome Project initiatief dat door de overheid is gefinancierd. En Craig Venter, de CEO van een commercieel bedrijf dat het overheidsinitiatief uitdaagde. Allemaal staan ze daar om deze kaart aan ons te presenteren. En in zijn speech, in zijn reden, zegt Bill Clinton het volgende. I believe one of the great truths to emerge from this triumphant expedition inside the human genome is that in genetic terms, all human beings, regardless of race, are more than 99.9% the same. En dit moment werd gezien als, zeg maar, de dood van ras. Ras bestaat niet, dat hebben we nu genetisch bewezen. Tegelijkertijd wordt race natuurlijk gebruikt in de Amerikaanse context, waar het een algemeen gebruikt begrip is voor identiteiten of etniciteiten. Het interessante is dat het onderzoek vervolgens niet gaat over die 99,9% gelijkheid, maar juist over die 0,1% van verschil. Het inkt was nog niet droog of
daar ging al het geld naartoe voor het onderzoek. We doen onderzoek naar, op het gebied van medische genetica, kijken we naar het verschil. Genetische genealogie, dus op zoek naar onze oorsprongen, waar vandaan komen, kijken we naar de verschillen. De archeogenetica, wat meer werkt met historisch onderzoek, naar bijvoorbeeld identificeren van skeletten uit de middeleeuwen of langer geleden. Daar kijken we ook naar het verschil. En hetzelfde geldt zeg maar, van mijn onderzoeksgebied, de forensische genetica. Ook daar, in al deze gebieden, is het verschil wat de klok slaat. Om het nog krasser te maken, u heeft net Francis Collins gezien die daar staat, de directeur van het Human Genome Project. In 2004, 4 jaar later, zegt hij het volgende. Increasing scientific evidence, however, indicates that genetic variation can be used to make a reasonable accurate prediction of geographic origins of an individual. It is not strictly true that race or ethnicity has no biological connections. Niet veel, nee, zelfs een jaar eerder, in 2003, bij ons, in een strafboek voor wetboek voor strafrechten, al die talen. Hier gaat het over DNA-wetgeving. Zoals u misschien weet, hebben we sinds 1994 DNA-wetgeving die het mogelijk maakt om DNA te gebruiken in strafzaken. In 1994 was het alleen mogelijk om DNA te gebruiken om een biologisch spoor te vergelijken met een verdachte. En te kijken, kan ik verdachte uitsluiten of moet die ingesloten worden en moet er verder onderzoek gebeuren. Nou, sindsdien hebben we steeds meer, omdat DNA-onderzoek zich verder heeft ontwikkeld, werd het mogelijk om DNA-databanken aan te in te richten. En in 2003 hebben we deze wetgeving geïntroduceerd. En daarin staat dat DNA-onderzoek gebruikt mag worden voor het vaststellen van het geslacht van de verdachte. Nou, dat deden we altijd al vanaf het begin. Maar ook het ras van de verdachte, van de onbekende verdachte. En andere kenmerken die nu nog niet voorhanden zijn in onze wetgeving, mogen later bij algemeen maatregel van bestuur ingevoerd worden. En vandaag de dag zijn dat haarkleur en oogkleur. Sinds die wetgeving van 2003. Maar het is natuurlijk verrassend dat we daar ras hebben in onze wetgeving. In een land waarin ras eigenlijk niet bestaat. Behalve in ons grondwet om mensen te beschermen tegen racisme. Nou, dus het feit dat we aan de ene kant zeggen van genetica heeft laten zien dat ras niet bestaat. Aan de andere kant zien we dat onderzoek vooral gericht is op het kennen van biologische verschillen. Waarmee dus ras weer terug is op onze tafel of op de agenda. En ook het feit dat we zelfs in onze wetgeving het begrip ras introduceren als een biologische categorie om achter de identiteit te komen van een onbekende verdachte. Ik kom later te praten over de forensische praktijk. En dan een meer prozaïsche reden. Zijn de plaatjes die inderdaad bij mij op de afdeling hingen. We hingen, want we zijn nu verhuisd naar een nieuw gebouw. Die mij aan het denken hebben gezet over ras. En wat we ermee moeten in deze samenleving. Dat het niet meer, niet meer goed is wellicht. Of dat het niet meer voldoende is om op afstand te blijven en te laten zien van moet je eens kijken naar diversiteit en er zijn eigenlijk de genetica is eigenlijk veel vloeibaarder dan dat, ben ik tot de conclusie gekomen, we moeten dat adresseren en het beestje bij het naam noemen, namelijk ras. En de reden, ik werd daartoe uitgenodigd ook door deze gezichten. Omdat op het eerste gezicht lijkt het alsof we hier verschil maken tussen mensen op basis van lichamelijke kenmerken. Deze plaatjes, moet u weten, die circuleerden vrij breed. Die circuleerden in de encyclopedie van Meijer. En die waren echt bedoeld om ons hier in Europa te introduceren tot de grote verschillen en diversiteit die er over de wereld te vinden zijn. Ze waren dus bedoeld om ons op te leiden in het kennen van het verschil. Maar het interessante is dat die gezichten dat niet alleen doen. Al die gezichten, zoals u kunt zien, zijn omringd door ornamenteringen. Er zijn kledingstukken die er omheen zijn. Haardracht is heel belangrijk en dat geldt voor voor die hele serie van Meijer. Sieraden, tattoos, al die elementen, die zijn niet
los te maken van de gezichten die wij moeten duiden als behorende tot een Arabier of een Europeaan. En dat heeft mij eigenlijk geleerd dat ras ook in die geschiedenis van de antropologie, ook als hij in een laboratorium te vinden is, dat dat altijd een natuurcultuur assemblage is. Ras kunnen we niet puur kennen als een biologisch feit. Ras is altijd een natuurcultuur mix. Nou, dat bij elkaar, dus de terugkomst van ras in de genetica en het feit dat het mogelijk zou moeten zijn om ras te benaderen als een cultureel biologisch fenomeen, leidde tot dit project wat Rick eerder heeft genoemd. Dat is het grote project waar ik nu leiding aan geef. Het heet het Race Face ID project. Een project wat zich vooral voortrekt in de forensische praktijk, waarbij het gaat om een gezicht geven aan een onbekend individu. Een onbekende verdachte of een onbekend slachtoffer. En we kijken in het bijzonder naar drie technologieën die daarvoor gebruikt worden. De eerste, meest links, is de DNA-technologie en hoe je vanuit het DNA iets zou kunnen zeggen over het uiterlijk van een onbekende verdachte. Middelste technologie is vaak technologie dat gebruikt wordt bij slachtoffers, is een gezichtsreconstructie, waarbij je de schedel gebruikt om een gezichtskenmerken aan toe te kennen. En de laatste technologie is de vrij bekende, vrij conventionele technologie van een produceren van compositietekeningen op basis van een ooggetuigenverklaring. Nou, in dit project zijn we geïnteresseerd natuurlijk in het gezicht, maar vooral ook in ras. Want de centrale vraag in dit project, wat is ras in praktijk? Hoe wordt ras in praktijk tot stand gebracht? En ik definieer ras niet, er is geen definitie voor ras, ook al denken mensen dat dat er wel is. Maar we werken met het idee van dat je een individu niet kunt kennen zonder een individu in een populatie te plaatsen. Dus als ik begin van, nou ja, we hebben DNA van iemand. Nou, is het een man of een vrouw? Dat is de eerste populatieverschil dat ik maak. Lang of kort, oud of jong. En zo beetje bij beetje werk je toe naar een individualiserende, meer individualiserend profiel. Nou, mijn vraag is, op welk moment wordt zo'n profiel geracialiseerd? Op welk moment wordt populatie ras? Een casus die misschien alle bekend mee bent, is de Marianne Vaatstra-zaak. Waarbij we bijna 13 jaar lang niet wisten wie de verdachte was, wie Marianne Vaatstra had verkracht en vermoord. Op een gegeven moment was er een profiel van die verdachte bekend, een genetisch profiel, op basis van het Y-chromosoom, werd gesteld dat verdachte waarschijnlijk niet een van jullie is die in een asielzoekerscentrum woonde, maar waarschijnlijk een West-Europese man, misschien een Nederlandse man, op basis van het DNA-profiel, op basis van het Y-chromosoom. Binnen no time werd deze profiel, dus een statistische populatie, werd de witte Nederlandse man. Dus daar zie je, zeg maar, in actie hoe zo'n een profiel, hoe zo'n populatieidentiteit geracialiseerd wordt. Nou, het gaat over dat soort momenten. Wanneer gebeurt het en wat doet het voor werk ook als dat gebeurt in de forensische praktijk? En voor mij is het belangrijk om ras niet te definiëren, ook al is er geen definitie van. Voor mij is het belangrijk om op deze manier te werk te gaan, te kijken naar de praktijk waar biologische, culturele, andere contextuele issues een rol kunnen spelen. Ook om weg te komen van een vrij dominante benadering als het gaat over in de discussie over ras en racisme, die heel erg gevoed wordt vanuit de VS, waar natuurlijk ras heel erg gedefinieerd wordt als een kleurverschil. Race is color. En dat doet werk daar, hoewel het een simplistische benadering is, daar is meer aan de hand dan alleen maar color, zou ik maar zeggen. Maar als je als je naar ras kijkt in de Europese context, dan zijn er hele andere manieren, hele andere markers die wij gebruiken om verschil te maken. We hebben een andere geschiedenis, de koloniale geschiedenis die ik net noemde, Tweede Wereldoorlog, de naoorlogse migratie die er is, heeft ertoe geleid dat er allerlei andere verschillen veel saillanter zijn dan alleen maar kleurverschillen. Denk bijvoorbeeld aan taal, of accent, of religie,
of zelfs nationale identiteiten. We hebben niet zo lang geleden bij de zaak tegen Wilders Marokkaans als een ras mogen kennen. Dus we doen het op hele verschillende manieren. En als ik dus begin met ras te definiëren, nou te definiëren als bijvoorbeeld kleur, dan is het risico heel groot dat er allerlei praktijken waarin ras wel gedaan wordt, maar niet benoemd wordt, dat we die dan niet zien of dat we ze misschien totaal ontkennen. Dus ras is eigenlijk een many-headed monster, dat komt in heel veel verschillende gedaantes. En daarom vraagt het om een veel nauwgezettere aandacht. Nou, wou ik u uit dat project van ons, Race-Face ID-project, vooral het voorbeeld van het DNA een klein beetje verder uitwerken, zodat het ook wat meer vlees aan onze discussie zou kunnen geven. Waarschijnlijk, ik heb net heel kort genoemd hoe onze wetgeving in elkaar steekt, maar waarschijnlijk is iedereen wel bekend met het gebruik van DNA in strafzaken. Was het alleen maar via programma's als CSI en andere. We maken een DNA-profiel, zoals ik net zei, op basis van biologische sporen die we vinden. En meestal is er eigenlijk een verdachte voorhanden om te kijken of het wel of niet matcht. Nou, doordat de technologie zich verder ontwikkelde, door de groei in onze DNA-databanken, maar ook door de wetgeving die wij hebben, we zijn heel voortvarend als Nederland zijnde, moet ik zeggen, is het DNA-bewijs heeft zich ontwikkeld van een DNA-identificatietechnologie, dus verdachte vergeleken met een spoor, naar een opsporingstechnologie, waarbij we geen verdachte hebben, maar met behulp van DNA proberen erachter te komen wie dat nou zou kunnen zijn. En dat doen we op allerlei manieren. Je kunt natuurlijk gewoon vergelijken met de DNA-databank en kijken of er iemand uit komt rollen. Een andere mogelijkheid is, zoals we dat met Marianne Vaatstra een paar keer hebben gedaan, maar zeker ook de laatste keer, is mannen uitnodigen, vooral mannen vaak, hè, zoals u weet, uitnodigen om DNA af te staan en om te kijken of je daar de verdachte onder zou kunnen vinden. In de context van Marianne Vaatstra hebben we dus ook een nieuwe wetgeving ontwikkeld om een nieuwe technologie of een nieuwe toepassing van die mannen uitnodigen te kunnen doen. En dat is het zogenoemde verwantschapsonderzoek, familiar searching, waarbij je vermoedt dat de verdachte niet onder jouw donatoren zit, maar misschien een oom of een grootvader of een kind van die verdachte is. Nou, in het geval van Marianne Vaatstra dachten we dat dat de situatie zou zijn, maar Jasper S. bleek dus gewoon onder de mannen te zitten die uitgenodigd werden en werd dus meteen bij de kraag gepakt. De andere mogelijkheid is dus het achterhalen van de uiterlijke kenmerken van de onbekende verdachte. Dat is vooral de centrale technologie in ons project. Nou, wat is er mogelijk met die wetgeving van 2003 van ons, die eigenlijk al voor de muziek uitliep, want toen was er niet zoveel mogelijk toen de wetgeving ingevoerd werd. Maar nu is er iets meer mogelijk. Dus seksen deden we al. Geografische afstamming, dat is een probabilistische, statistische benadering. Je kunt niet zeggen van verdachte komt uit Europa of verdachte komt uit Centraal-Afrika of Sub-Sahara-Afrika. Maar dit profiel komt vaker voor in deze delen van de wereld. Dat is de geografische afstamming. Daarnaast is het ook mogelijk om iets te zeggen over de oogkleur of haarkleur van de verdachte. Dat is ook wettelijk nu er doorheen gekomen. De volgende kandidaat is waarschijnlijk leeftijdsbepaling van de onbekende verdachte. Maar er is nog veel meer onderzoek gaande, zoals bijvoorbeeld naar huidskleur. Dat bleek veel complexer te zijn dan we dachten, want 10 jaar geleden dachten we dat we er bijna waren met huidskleur. Maar dat schijnt toch veel meer genen erbij betrokken te zijn dan vermoed. De neus blijft een punt van aandacht in dit type onderzoek. Heeft natuurlijk een hele lange geschiedenis. En ik liet jullie daarnet een paar plaatjes zien waarin het ook voorkwam. Maar er is ook dit type onderzoek. Dit is onderzoek dat bijvoorbeeld hier bij ons in Rotterdam heeft plaatsgevonden, wat keek naar genen die verantwoordelijk zijn voor de vormen van de schedel. Hier zijn 7 genen geïdentificeerd, vooral betrokken bij de bovenkant van de schedel.
Maar dit is nog niet zeg maar voor forensische toepassing mogelijk. Dit is alleen om te laten zien van het is wellicht mogelijk om op basis van genen al iets te kunnen zeggen over schedelvormen. Waarom ik dit plaatje laat zien? Omdat het is, omdat ik eerder zei, wij hebben geen definitie van ras. Wij staan open voor allerlei categorieën die we gebruiken, die niet altijd geracialiseerd zijn. Hè? Dus u het hebt over culturele verschillen, dat betekent niet altijd dat het om raciale verschillen gaat. Of als je zegt van de ene spreekt met dit accent en de andere met dat accent, heb je het nog steeds niet altijd over ras. Maar wanneer gaat het dan wel over ras? Nou, om dat te doorgronden, realiseer ik me, is het heel belangrijk om aandacht te hebben om te kunnen luisteren naar de geschiedenis van bepaalde technologieën. Dus geschiedenis blijkt eigenlijk een hele belangrijke rol te spelen om te snappen hoe ras nu wel of niet aan de orde is. Hier we hebben we te maken met genetica. Daar zijn MRI-scans gebruikt om de schedel in kaart te brengen. Dus allemaal, nou, duidelijk postraciale technologieën, duidelijk technologieën die misschien onverschillig zijn voor ras. Maar dit type onderzoek kunnen wij niet doen zonder dat type onderzoek. En dat zijn namelijk al die duizenden en duizenden van schedels die gemeten zijn, op basis waarvan protocols zijn opgericht, ingericht, op basis waarvan groepen zijn geclassificeerd naar raciale kenmerken, die zijn nog steeds ontzettend relevant voor de laboratoriumpraktijk van vandaag de dag. Dus hoewel collega's in de genetica het niet hebben over ras, en hoewel ze echt geïnteresseerd zijn in individuele verschillen, kunnen zij hun werk niet doen zonder al die raciale classificaties die ingevouwen zijn in de laboratoriumtechnologie, waar niemand het over heeft. En ik kan u voorbeelden noemen van toen ik zelf in het lab was, hoe ingewikkeld het is om een standaard, gestandardiseerde technologie uit te pakken, de geschiedenis ervan te ontrafelen, te laten zien, uit te zoeken, waar komt het nou vandaan? Wiens DNA was eigenlijk geïnvolveerd hier in deze genetische kaart? Dat is vrij ingewikkeld om te doen. Dus ik begrijp ook wel dat niet de métier is van laboranten of van wetenschappers. Maar misschien is dat wellicht de taak van sociale wetenschappers en van mensen in de humanities om dit werk te doen. Maar het is belangrijk werk om te doen om te kijken in hoeverre ras misschien wel resoneert, wel aan de orde is, ook al wordt het niet gearticuleerd. En hetzelfde geldt voor het volgende voorbeeld wat ik hier met u wil delen. Ook zo'n forensisch genetische technologie die heel controversieel is binnen de forensische gemeenschap. Dat is een commercieel bedrijf in de Verenigde Staten dat weliswaar gebruik maakt van kennis dat door genetici is ontwikkeld. Mark Shriver in Pennsylvania in de VS en Peter Klaas in Leuven. Die hebben de koppen bij elkaar gestoken, hebben eigenlijk de technologie ontwikkeld voor dit bedrijf, maar hebben ze hun handen ervan afgetrokken. Dit bedrijf werkt nu nauw samen met de politie in Verenigde Staten en in Canada. In Nederland lukte hen niet om toegang te krijgen, want we waren niet zo geïnteresseerd in hen. Zij beloven dus een gezicht te kunnen geven bij een portrettekening van de onbekende verdachte. Wat zij doen, ze hebben een database, gebaseerd op studenten natuurlijk, waarvan ze de foto hebben en ook genetische profielen in kaart hebben gebracht. En het is die database die zij gebruiken om het DNA van een onbekend persoon, om daar een gezicht, een fotografisch gezicht aan te geven. Maar wat doen ze? Ze beloven een gezicht, vrij complex. En we weten heel weinig van het gezicht, we weten weinig van het gezicht eigenlijk binnen alle vakgebieden. Laat staan binnen de genetica. Nou, daar staat het lijstje. Ze kunnen zeggen wat de sekse van de onbekende verdachte is. Ze kunnen iets zeggen over zijn huidskleur. Hoewel het, ik heb net gezegd, dat is vrij complex. Dat is echt niet gevalideerde technologie. Maar zij claimen dat te zeggen. Ze kunnen iets zeggen over oog- en haarkleur. Of die wel of geen sproeten heeft. Heel belangrijk. En ook de geografische afstamming, dus de ancestry. Hier kunnen we zien dat de verdachte 92% West-Afrikaan is en 8% waarschijnlijk Noordwest-Europees. Maar het interessante is dat we een plaatje hebben van iemand, zoals ik zeg, bijna een portret. Geprononceerde lippen, neusbreedte, haar, kapsel, geen dreadlocks, een typische kapsel. En wat hier dus gebeurt, is dat
ondanks het feit dat de claim cutting edge individualiserende technologieën is, dat de categorie ancestry, 92%, West-Afrikaans, een gebied dat vele malen groter is dan Europa, dat gebruikt wordt om een type, raciale type te maken van deze onbekende verdachte. Het is slechts op zijn ancestry dat we hier een idee gepresenteerd krijgen van lipdikte, neusbreedte, de stand van ogen, zelfs de haardracht. En het is op deze manier dat ras steeds weer opnieuw gedaan wordt. We hebben het over ancestry, er zijn geen raciale kenmerken hier. Niemand wil het hebben over ras, maar ondertussen wordt het wel gedaan op een manier die heel erg stereotyperend is. Als je met deze technieken bezighoudt en als je voortdurende gesprekken voert met politiemensen en met wetenschappers, dan krijg je de neiging om dit te gaan geloven. Dat binnen no time lukt het ons om dat gezicht in kaart te brengen. Lukt het ons om echt een individueel gezicht te maken. En dit is eens zo'n uitspraak van een geneticus. Imagine a world where a near perfect likeness could be created from traced evidence DNA that is collected from the crime scene. The phantom image could be printed, distributed and used to identify a suspect. En dit is ook hoe onze minister van Justitie toen de tijd in de voorbereiding van die wetgeving van 2003, die we hebben gebruikt ook bij Marianne Vaasteren, in die voorbereiding, dat was het beeld van een compositietekening die we op televisie kunnen laten zien. Dus deze geneticus zegt, we zijn er nog niet, maar het werk kan gedaan worden. The potential exists, the scientific work just needs to be done. And of course, you will need some money for it. Dat is natuurlijk ook de boodschap van wetenschappers als ze zoiets beloven. Nou, dat lijkt dus van de toekomst, dat is niet ver weg. Binnenkort wordt dit mogelijk als er maar politieke goodwill en economische middelen vrij worden gemaakt. Maar toen stuitte ik op deze quote. Die zegt, dat is ook in een forensisch tijdschrift, does the drawing, dat gaat over de forensische sketch, does the drawing need to look exactly like the perpetrator to be effective? Dus moet die precies zijn? Moet het een foto zijn om effectief te zijn? No, it does not. The likeness should be as accurate as possible. In contrast to the commonly held belief that highly detailed or photographic images are more effective, these images actually narrow down the scope of interpretation on the part of the viewer, who simply concludes that they do not know the person, rather than considering the likeness. Dus het is contra-intuïtief, dat met preciezere plaatjes, zoals bijvoorbeeld hierboven, dat die dus niet goed werken, maar juist als het wat schetsmatere, karikatuurachtige plaatjes, dat die beter werk doen. Dat betekent dat onvolledigheid een deugd is in deze opsporingspraktijk. En hij doet werk, en zeker als het gaat om DNA-onderzoek, omdat hij ons als burgers betrekt bij het proces van identificeren. Deze plaatjes dwingen ons om te kijken, in plaats van te denken, ach, weer een reclamebeeld, ik loop door. Zo leren we ook om met beelden om te gaan. Dus deze incompleteness, deze onvolledigheid, produceert... En dat is weer het probleem. Het produceert niet zozeer de individuele verdachte, zoals de technologie ons belooft, maar een verdachte populatie. En precies daar is natuurlijk het probleem. Want die moment dat je in een criminaliteitssetting, vaak moord en doodslag en verkrachtingen, DNA gebruikt en dat je groepen gaat definiëren, dan is ras eigenlijk heel erg om de hoek. En dat is niet zo, te meer omdat deze technologieën werken beter wanneer ze toegepast worden op minderheden, wanneer ze een profiel produceren van een minderheid. Zoals in de Marianne Vaatstra, verdachten behoorden tot mogelijk de Nederlandse populatie, Noordwest-Europese man. Zo'n definitie is veel te groot om relevant te zijn voor de opsporingsapparaat. Hoeveel miljoen mannen moet je gaan samplen? En dat is ook de reden waarom het zo lang heeft geduurd met die zaak. Maar op het moment dat een populatie Marokkaans of Turks is, dan is het veel makkelijker voor de politie om daar werk van te maken. Dus ras is door deze mogelijkheden die de technologie biedt,
een probleem. Een relevant probleem. Wil niet zeggen dat deze technologie racistisch is. Wil ook niet zeggen dat ons opsporingsapparaat per se racistisch is. Zie de Milika van Doornzaak, niet zo lang geleden. Ik weet niet of jullie dat gevolgd hebben. Waarbij de verdacht was dat, dat de verdachte, die, ik weet niet hoe lang de zaak speelt, maar zeker al meer dan 5 jaar, dat die van Turkse afkomst was. Dat heeft de politie en het opsporingsapparaat en ook de forensische dienst heel erg netjes en heel erg goed gedaan. Juist om racisme en geweld tegen bevolkingsgroepen tegen te gaan. Dus dat betekent dat deze technologieën die hebben de racistische potentie in zich, maar vragen ons daarom als samenleving om veel meer voor- en nazorg om die op een goede manier toe te passen. Het zou belachelijk zijn om te zeggen van nee, dat gaan we niet doen. Want we weten als er bij ons in de straat iets gebeurt, dan willen we wel degelijk dat alle middelen uit de kast worden gehaald om de verdachte te vinden. Ik kom bijna tot het eind van mijn verhaal. Zoals aan het begin werd gezegd door Rick in zijn introductie, dat er in het debat over ras zijn inderdaad typisch twee posities. De ene die zegt van ras, dat is een sociaal construct. Dat heeft te maken met vooroordelen in de samenleving, dat is ideologie, dat is structureel racisme dat ingebed is in onze instituten. Maar als feit bestaat het niet, hè? Want er zijn geen verschillen te maken tussen mensen. De andere positie is die zegt van, ja nee, dat gaat te snel. Er zijn wel degelijk biologische verschillen te vinden, maar we hebben nog niet de goede methode ontwikkeld. We moeten gewoon betere methodes, fijnmazigere technologie, dan vinden we het echt, hè, in de DNA of in de hersenen of in de hormonen. Er is altijd een manier om dat te vinden. Nou, ik heb hier proberen te laten zien hoe die markers van verschil, biologie doet ertoe. Het doet er op allerlei manieren toe. Als het niet doet toe, zouden we niet naar de huisarts gaan of niet naar het ziekenhuis gaan. Op allerlei manieren is biologie relevant voor ons leven, voor onze gezondheid en ook interesses. Maar op basis van de biologie is het gewoon niet mogelijk om groepen te classificeren. Precies zoals ik eerder zei, omdat al die verschillende markers gewoon een andere groepsverdeling maken. Dus die twee posities zijn niet houdbaar. Wat mij betreft. Tegelijkertijd is het een fictie om te denken dat ras niet bestaat. Wij doen het de hele tijd. En we doen het en het ontstaat onder ons ogen en we hebben de woorden niet voor. Het ontstaat onder ons ogen en we kijken weg. Of we willen er niet over praten uit schaamte of welke redenen dan ook. Ik heb hier proberen te pleiten voor, we moeten er wel aan gaan. En juist omdat als we dat niet doen, dat het ons misschien per toeval of verrast. En we moeten er aan gaan om juist erger te voorkomen. Het is daarbij belangrijk, of tenminste dat is mijn positie erin, dat we ras benaderen als een natuur-cultuur assemblage. Het is nooit mogelijk om een natuurlijk fenomeen, het als natuurlijk fenomeen te kennen. En het slecht als een culturele praktijk te definiëren, doet geen recht aan biologie of dreigt biologie te trivialiseren met alle problemen van dien. Want dat betekent ook dat we, stel dat we dat doen als sociale wetenschappers, dan zijn we niet meer geïnteresseerd in wat de genetica van mag, nu bijvoorbeeld het hersenonderzoek aan het doen is. Dan voltrekt het hele proces zonder dialoog of discussie of inmenging van andere visies op wat relevant is voor de samenleving. Ras is inderdaad een duikelaar, zoals ik net zei. Het is een aanwezige afwezige de hele tijd. En juist omdat het begrip ras, zoals ik aan het begin zei, het is een moeilijk begrip. Ik vind het zelf ook heel lastig. Ik heb het hier de hele avond gebruikt. Wel eigenlijk best stoer. Want ik vind het als begrip, die moment dat je het uit, heeft het de neiging om zichzelf te reificeren, om zichzelf te produceren als een hard feit. Je gebruikt de taal en met de taal naturaliseer je het fenomeen. Alsof het bestaat buiten mijn inmenging. En dat is een beetje een filosofische manier van het verwoorden. Maar het is voor mij ook vooral in praktijk een probleem. Dus ik zit er altijd dubbel in. Wanneer gebruik ik het, wanneer niet. Als mijn studenten in de klas zeggen van ja, kijk hoeveel rassen we in de klas hebben. Dan denk ik, oh nee, dan heb ik mijn werk nog niet goed gedaan. Als je jezelf inderdaad definieert onder mom van ras.
Nou, ras is niet concreet, het is niet hard, maar het is juist glibberig en fluïde. En precies zoals ik net zei, wat we van de genetica kunnen leren, dat er zoveel verschillende manieren om groepen te ordenen. En dat die verschillende manieren ook hun impact hebben over nou, wat wij kiezen te naturaliseren. Het is ook een fenomeen waar we voor moeten zorgen. En dit klinkt ingewikkeld, want je zou denken van zorgen, dat doe je toch alleen maar voor de dingen waar je van houdt. Dingen die mooi zijn, die de moeite waard zijn om voor te zorgen. En ras is duidelijk niet, behoort niet tot die dingen, daar wil je het liefst van af zijn. Dat is een soort van lastpost of een hete aardappel die je gewoon weg wil gooien. Tegelijkertijd is het omdat het, die geschiedenis, die kunnen we niet achter ons laten. De geschiedenis van ras, van raciale wetenschap, dat is niet een geschiedenis die passé is. Want die is ingebed in onze ziekenhuizen, in onze klinieken, in onze laboratoria, in onze boeken, in onze ordening van de samenleving. En het is beter dan dat te ontkennen en het onder ogen te zien en te kijken wat het doet. Niet dat het onschuldig is of niet gevaarlijk is, dat wil ik helder hebben. Het is geen makkelijk object om je toe te verhouden. Nou, ras doet alarmbellen rinkelen, heb ik hier staan, en dat is goed. Het is niet onze taak om het dood te zwijgen, en ik herhaal mezelf, maar juist om er steeds een vraagteken bij te stellen. Ras, vraagteken, maar wat is het dan en waar wordt het gedaan en waarom is het daar relevant en wat wordt er van gemaakt eigenlijk? Niet te veronderstellen dat we het al kennen. En dat is een beetje het probleem wat ik ook heb met heel vaak alleen maar antiracistische houding innemen, is dat je toch denkt van, nou, ik weet wel wanneer het echt over ras gaat hoor, maar in dit geval gaat het niet over ras, dit is echt racisme. Dat is problematisch. Ik denk dat we meer ons serieus daartoe moeten verhouden. Oké, nou, tot slot, en ik ga het niet hebben over IQ en ras. Dat komt waarschijnlijk wel in de discussie aan bod. Maar ik wilde wel laten zien van hoe feiten en fictie door elkaar spelen door een voorbeeld. Ik weet niet of jullie daar dat een beetje hebben gevolgd, maar sinds kort weten wij dat de mens en de Neandertaler iets met elkaar hebben gehad. We weten dat wij met z'n allen dragers zijn van het genen van de Neandertalen. De Neandertalen was natuurlijk een andere soort, was ook een dommer soort, want anders was hij niet uitgestorven. Wij zijn nog hier. Misschien hadden wij daar een rol mee, weten we niet, maar zij zijn weg en wij zijn hier. En de Neandertaler duidelijk anders en duidelijk minder. Die zag er dus zo uit. 2 jaar geleden was ik met mijn gezin in de Provence op vakantie en waren daar naar een museum. En toen kwam ik hem zo tegen. De Neander dacht, hé, hij is van kleur verschoten. En toen ben ik een paar dagen in de bibliotheek daar rond gaan hangen in het prachtige museum van de Les Issy de Taillac. En ben gebleven met de Neandertaal, van wat is er nou eigenlijk gebeurd sinds dat we weten dat wij verwant zijn met de Neandertaal. Je ziet dus hoe die veranderd is van een soort aapachtig type, zwart, negroïde, aboriginal-achtig, naar zo'n wit figuur. En toen kwam ik hem tegen in Duitsland, zo, als een soort van CEO. En het is dus interessant van hoe een ander soort, die geracialiseerd of behorend tot een soort mensensoorten die minder zijn, hè? Inheems, negroïde, en heel langzaam een hele nette man is geworden. En mensen echt proud zijn, echt trots zijn dat zij Neandertaler genen in zich dragen. Nou, dit is een heel complex verhaal waar ras in speelt, waar Europese identiteit echt in de kern zit van. Natuurlijk, dit is niet wetenschap, dat is niet wat de wetenschap van de Neandertaal maakt, maar het is hoe wij als Europa ermee mee omgaan. Ik wou het hierbij laten en dit gewoon meegeven als een interessante gedachte.